kijk hoe leuk eigenlijk die potjes. Kijk, ik moet nog een draadje omhaken of wegwerken. In ieder geval eerst welkom bij Iedereen Kan Haken. We gaan vandaag deze hele leuke potjes omhaken. En ja, deze moet ik nu even netjes wegwerken. En deze ga ik dadelijk zo uitleggen hoe dat ik dan zo'n potje omhaak. Kijk, en deze, die was iets breder en die heb ik vastgezet met prikketjes. Dat vond ik ook heel leuk. En om het zo bij elkaar te zetten, ja, het zijn echt hele leuke ideetjes om eigenlijk zo'n potje om te haken. Ik heb deze potjes omgehaakt met tweedwol. En deze heb ik gekocht bij Zeeman. Hier zit 110 meter op, dus daar kan je echt heel veel van deze potjes mee omhaken. Even kijken, dit is voor haaknaald 5-6 en dan kan je ook gewoon aanhouden wat erop staat. En ja, die tweedwol die past ook overal bij. Maar je kan gewoon al het garen gebruiken, ja, wat je wil voor die potjes om te haken. Want ja, het is gewoon heel leuk om te zien, ja, of nou een potje is of een waterflesje, of je maakt er een hoe heet het, een zo'n hangpotje van, ja, dan maak je 5 lange ja, losse kettingen en dan kun je dus een hangmandje maken en dan hang je hem zo op. Dus dan doe je met 5 kettingen en die bind je bovenaan aan elkaar vast met een lus. Je hebt nog nodig misschien een centimeter, een schaartje, een stopnaaldje voor de draadjes weg te werken, een steekmarker als je dat makkelijk vindt en natuurlijk je haaknaald. En ik heb nu haaknaald 5,5. Dan gaan we gezellig beginnen en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen dus, oeps, sorry, met het label eraf te halen. En ja, je kan vanuit het midden beginnen. Even kijken wat hij hier doet. Ja, ik heb vanuit het midden nu de draad te pakken. Ja, dat betekent dat je altijd wel ergens een knoopje hebt. Nou, die ga ik heel eventjes snel uit elkaar halen. Makkelijk is met knoopjes, ik weet niet of je daar wel eens last van hebt of niet, dat je ze dan gewoon rustig, zie je, een beetje uit elkaar moet halen en dan, ja, dan ben je eigenlijk al klaar. Even de camera goed zetten zodat jullie het makkelijk kunnen volgen. Nou, je hebt dus het uiteinde en dan maak je een opzet lus en je pakt je haaknaald. Even kijken of het zo beter kan zien. En dan maak je 3 losse. 1, 2, 3. En je steekt in die eerste steek, dus 1, 2 vanaf de haaknaald, daar ga je 6 vaste in maken. 6 vaste. Dus je maakt hier, je steekt in, je haalt je draad op, je haalt om en je haalt door. Dus dit is 1, 2, 3, 4, en ik zet heel even het licht aan, misschien ook beter kan zien. Dus je hebt 4, 5, 6 vaste. En dan sluit je de toer niet, je gaat eigenlijk gewoon in het rond verder haken. Dan ga je dus met die 6 vaste
op elke vaste in de volgende toer ga je 2 vaste maken. Dus je pakt eigenlijk weer die eerste steek op en daar ga je 2 vaste in 1 steek maken. 1, 2, dus in 1 steek maak je 2 vaste. En zo pak je de volgende. 1, 2, dat is 4 en de volgende 1, 2, 6, 1, 2, dit is 8, 1, 2, dit is 10 en 1, 2, dit is 12. Kijk, en als je dus 12 hebt, heb je net 6 vaste gedaan en je doet er nu 2 in 1 steek, dan krijg je 12 steken. En dan gaan we nu, kijk hier met dit onderkantje, dan gaan we nu lossen maken en een vaste, 2 lossen en een vaste. Dus we maken nu 2 lossen, 1, 2. En we slaan 1 steek over en we pakken de volgende steek 1 vaste. 2 lossen. En dan zet ik hier dus wel even een steekmarker of een clipje. Ik heb hier een clipje. Dan weet ik, dit is het einde van de toer. En je slaat dan weer 1 steek over en je doet 1 vaste. 2 lossen. Je slaat 1 steek over. En een vaste. En zo maak je de hele toer af tot je bij het begin bent. En dan zie ik je hier bij het begin. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn nu weer bij het begin. En je haalt je steekmarker eruit. En je sluit dus de toer in die eerste vaste met een halve vaste. Zo. Kijk, dit is nog steeds je onderkantje van je potje. Nu gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. En in elke opening een vaste. Dus in elke opening gaan we een vaste doen. Een vaste in die opening. Dus we hebben hier 3 lossen gedaan. Je zet je steekmarkeerder erop. Ik vind zo'n klemmetje eigenlijk wel makkelijk, want die steekmarkeerder, die moet je altijd met 2 handen gebruiken. En hier kan ik met 1 hand eventjes het klemmetje erop zetten. Ik heb deze besteld bij de Wish. Dus ja, als je ze zoekt, dan kan je ze daar vinden. 3 lossen. En in die opening een vaste. 1, 2, 3. En in de opening een vaste. 1, 2, 3. Zet de video gerust langzamer als het te snel gaat. En in de opening een vaste. En zo ga je door tot je bij de steekmarkeerder bent. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. En op het laatst doe je nog een keer 3 lossen. En je haalt de marker eruit. En je steekt in. En je haalt door met een halve vaste. Kijk, dan is je toer weer netjes gesloten. Kijk, maak je er een hangbasket van, dan maak je hier nog hele leuke vlosjes aan de onderkant. Maar goed, we zijn nu nog even bezig met hoe haak je nu een potje om. We hebben nu nog steeds de bodem, dus we zijn nog steeds met de bodem bezig. Maar ja, het is maar net hoe ver. Even kijken hoe groot jouw potje is. Maar we gaan nu eigenlijk gewoon verder met het potje omhaken. Dus we gaan weer 3 lossen doen. We pakken de steekmarker. En we zetten in de eerste opening nu een vaste. En weer 1, 2, 3. Lossen en weer een vaste.
3 lossen en in die openingen weer een vaste. 3 lossen en in de opening een vaste. 3 lossen en in de opening een vaste. En zo ga je lekker door totdat je weer bij het begin bent en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik heb nu doorgehaakt tot het einde van de toer. Weer nog even 3 lossen. Je haalt je steekmarker eruit. En ik zie allemaal een beetje potgrond hier liggen van de, want ik heb hier natuurlijk een potje wat hier dadelijk in moet passen. En dan, dit worden al, kijk, ze komen al bijna uit, hele kleine narcisjes. Maar ik zit nu eventjes de potgrond weg te halen en even wat wol pakken, zodat we lekker weer de volgende toer kunnen beginnen. Nou, dan ga je in die opening hier sluit je de toer en je maakt een halve vaste, dus je haalt hem meteen door. Je begint de toer weer met 3 lossen, 1 2 3. Je pakt je steekmarker en je gaat in die eerste opening weer een vaste zetten en je maakt weer 3 lossen. Eén, twee, drie. En ik geloof dat je het wel begrijpt nu. Dus ik zie je op het einde hier bij de steekmarker. Daar zie ik je weer terug. Tot zo. Ik ben weer bij de steekmarker. Die haal ik eruit. Ik sluit mijn toer met een halve vaste. En ik ga weer beginnen met 3 lossen. En ik zet de vaste weer in de eerste opening. En dit is natuurlijk je goede kant en dit is de verkeerde kant van je werk. Dus als je even wil passen weer, dan zet je je potje erop. Zie je? En nu kan je gewoon eigenlijk doorgaan tot je de hoogte hebt van het potje. Ik kan het wel even meten. Nou, tot 6, nee, tot 8 centimeter zelfs. Ja, nou heb ik bijvoorbeeld het vorige heb ik tot 7 centimeter gehaakt en dat is 2,5 inch en toen het sierrandje erop gehaakt. En het sierrandje bij deze is een vaste, een stokje, een vaste. Dus je kan door tot 7 centimeter en dan zet je er een sierrandje op. En dan, ja, dan zie ik je op het einde hierboven, want je gaat nu gewoon alleen maar alles herhalen zoals ik het uitgelegd heb. En dan zie ik je bij het sierrandje, dan zie ik je weer terug. Tot zo! Kijk, ik heb nu doorgehaakt tot het randje eigenlijk zo en dan valt hij best wel wijd nog, vind ik zelf, maar dat kan je oplossen. Stel dat je zegt ik vind het te wijd, dan het sluit niet helemaal aan, dan maak je nog een keer één randje met vaste en dan sla je een steek over. Kijk, dan komt die lekkere strak erin te zitten. Dus dat gaan we nu ook even doen. Ik was net met een nieuwe toer bezig, dus we gaan even de toer sluiten en een nieuwe toer is die nu dus met 1 losse, 1 losse, en dan ga ik een vaste doen in de eerste steek en dan zit ik even te kijken hoe ik het eigenlijk wat kleiner kan haken. Oh, dat weet ik al, pak ik gewoon 2 losse en dan weer in die opening een vaste, 2 losse en dan in de opening een vaste. Kijk, dan wordt hij vanzelf kleiner, 2 lossen
en in de opening een vaste. En zo ga ik door tot het begin van de toer, zo, en dan ga ik het weer passen en dan, dan zie ik jullie zo weer terug. Tot zo. Ik ben op het einde van de toer met de twee losse en een vaste. Ik zei wel, ik doe het met een randje vaste, maar ik heb toch twee losse en een vaste gekozen. En nu even de toer sluiten met een halve vaste. En dan ga ik nu even weer passen. Ja, en dit is dus de oplossing. Dus als je normaal gesproken met drie losse en een vaste haakt, dan doe je de laatste toer eventjes met twee losse en een vaste. Ja, dan blijft die, sluit die veel beter aan. En dan ga ik nu even het sierrandje uitleggen. Dit randje, dit was een vaste, een stokje, een vaste. En dan ga je weer een vaste, een stokje, een vaste doen. Dus dat gaan we doen. Pakken weer even genoeg garen dat je lekker weer door kan werken. En nou, en we zijn hier met geëindigd met een halve vaste. We gingen dus het sierrandje nu maken met, we beginnen de toer met één losse en dan gaan we in die opening een vaste, een stokje, een vaste doen, een vaste, één stokje en een vaste. Dat is in de opening en dan ga je in de volgende opening hier dus weer een vaste, een stokje, een vaste doen, een vaste, een stokje en een vaste. Oh, sorry. Vaste. Dus een vaste, een stokje, een vaste en dan in de volgende opening een vaste, een stokje en een vaste. En dan krijg je een leuk randje bij je potje. En dan zie ik je op het einde en dan zet ik eventjes weer even mijn klemmetje erop. En dan zie ik je daar weer terug. Tot zo. Ik ben nu op het einde van de schulprandjes en ik zal even de toer sluiten. Kan je de film bijna niet zien, want ik zie het al bijna niet, maar dan eindig je de toer met een halve vaste. Pak je schaar, knip je draad af en je trekt hem door en dan hecht je die natuurlijk af en dan pak je je potje. En dan zet je die er netjes in. Zo. Kijk, hoe gezellig. En dan kan je lekker op tafel zetten. En dan ben je klaar. Kijk, ik heb ook nog een waterflesje omgehaakt en ja, dan haak je natuurlijk gewoon je lengte iets langer. En hier heb ik het schulprandje gemaakt met een vaste, een half stokje, een stokje, een half stokje en een vaste. En zo krijg je ook een heel leuk schulprandje. Kijk, ik zie het draadje, moet ik ook nog wegwerken. Dus ook ik heb last van draadjes afwerken, dat altijd het laatste is. Maar kijk, het is een waterflesje en hoe leuk is dit als je dat dus gewoon een leuk ja, lekker gezellig hoesje omheen haakt. Dit was weer een video van Iedereen Kan Haken. Graag de duimpjes omhoog en hier abonneren, op mijn foto klikken en dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!